Wat is het geheim van een goede kus? En wat zijn de grootste afknappers? Het is vandaag Internationale Kusdag en dus gaat Metro de straat op met die vragen. Meiden, waar moet een goede zoen aan voldoen? Hij moet niet gelijk met zijn tong erin, dat vind ik echt vies. Hij moet eerst lief zijn, eerst zoenen. Ja, gewoon eerst rustig. Rustig kussen. Aan. Ja. Dat hij met liefde wordt gegeven. En een slechte kus is als je op 30 centimeter al ruikt dat het niet goed zit. Sowieso niet met veel speeksel. Hij moet liefdevol zijn. Nou, zoen nooit iemand als je er geen zin in hebt. Laat je niet zomaar zoenen. Lang, nat, intens en goede connectie, denk ik. Ja, als ze gewoon lekker uit de mond ruikt, dat is wel fijn. Ja, passievol, gewoon lekker. En dan soms is het echt vies. Kan je goed zoenen? Ja, ik heb er geen statistieken op losgelaten, moet ik zeggen. De meningen zullen daar best wel over verdeeld zijn. En heb jij ervaring met een hele goede kus? Ja, dat wel. Genoeg. Mevrouw, waar moet een goede zoen aan voldoen? Oh, die moet langzaam. En nat. Dat is heel serieus, dit is voor de metro. Oh nee, maar dat ga je toch niet opnemen?